Het is vandaag dinsdag. En het is alweer 7 uur 's avonds. En de reden dat het zo laat is, ik een beetje zacht, is omdat ik gewoon vandaag geen zin heb om te vloggen. Ja? Ik ben moe. Ben je moe? Ik heb last overal. Ben je moe? En ja, ik zie het even gewoon allemaal niet meer zitten. Hoe komt het dan dat het dan? Moet even tot zo. Ademhaling, oefeningen doen, tot rust komen. Merk dat het me gewoon allemaal te veel is. En ik ga denk ik gewoon weer off the radar. Ja, dat is toch ik heb mooi, mijn filmpjes ook allemaal niet opgeload. Ja, dat zijn mooie dingen hoor. Ik loop gewoon onwijs achter met heel veel dingen. Dan ga je een heusje. Ik ga eventjes kleuren, misschien dat dat helpt. En ik kleur de kinderen steeds op. Dat ik even tot rust kom en ja, een beetje tot mezelf. Dus, mama is wel lief, maar ik trek het gewoon niet. Dus wat trek je niet? Zo, dat is het zo. Zo ontzettend lief. En dan ga je achter me aan. Oh, je bent zo lief. Ik ben je moeder. Achtervolgens me. Overal waar ik ga. Heb ik gezien, ja. Dat ze om me heen staan. Oh. Zo met haar armen om mijn middel en zo heel lief. Zo hard gaat het ook. Maar de hele tijd gaat het ook. Ik red het gewoon niet. Nee. Oh, en het is vandaag je echte officiële verjaardag. Gefeliciteerd! Je bent 60! 60 jaar geworden! Hoe vind je dat? 60 jaar. Wie? Jij bent 60 vandaag. Wie, ik ben 60? Ja? Ik ben nog jong dan. Oh. Maar hoe moet ik dat doen dan? Nog jong. Nog jong, ook nog. Nog jongen. En een klein kindje. Ach, was je klein kindje. Ik ga even mijn meditatie doen. Ja, dat is ook nodig natuurlijk. Maar even mijn vlog afsluiten. Dat heb ik gisteren ook al niet gedaan. En ik dacht daarvoor ook al niet. Het is echt super laat. Mama ligt al op bed. En ik moet nu slapen. Ik ben een beetje ziek. Overgegeven. Pijn in mijn keel. En het doet pijn als ik ga drinken, zeg maar. Het is al veel te laat. Het is eigenlijk al woensdag. Ik ga slapen. Ik heb weer een paar filmpjes opgeload. Ik moet even weer wat meer actief daarin zijn. En ik moet ook gewoon eventjes wat meer... Ja, het doel is zeg maar om eventjes wat meer kennis te geven aan jullie. Dus ook over mantelzorg. Over zorgverleners, hoe daarmee om te gaan. Ja, ik weet dat jullie hebben al een soort van beeld van mij, van hoe ik mijn dag indeel en wat er allemaal gaande is en wat ik allemaal doe en zo. Maar het is wel goed om eventjes informatief te zijn en uitleg te geven van wat het nou allemaal precies inhoudt nog verder over de zorgverleners. Maar ik ben echt elke keer aan het uitstellen. En dus nu weer. En ik ben echt kapot. En ik heb keelpijn. Ik ga slapen. Ik wens jullie nog een hele fijne dinsdagavond, nacht. En tot woensdag. Wat rusten.